Dan 6:55 ons laatste onderwerp. Nigeria werd begin deze week opgeschrikt door 9 doodvonnissen, waaronder dat voor de schrijver Ken Saro-Wiwa. Hij is een van de leiders van het Ogoni-volk, een bevolkingsgroep die door de militaire overheid van Nigeria onderdrukt wordt. De militairen hebben het land waar de Ogonis leven aan de oliemaatschappij Shell beloofd. De Ogonis kwamen natuurlijk in verzet, waarop Shell de plannen afblies. Maar voor de militairen geen reden om de Ogonis met rust te laten. Integendeel, het liefst zou de Nigeriaanse regering alle Ogoni-leiders ter dood veroordelen. In de vruchtbare delta van de Niger is een oorlog aan de gang tussen de militaire regering en het Ogoni-volk. That has been stolen from us. I do not want any blood spilt. Not of an Ogoni man, not of any strangers amongst us. We are going to demand our rights peacefully, non-violently, and we shall win. Het Ogoni-volk heeft eeuwenlang geleefd van de visvangst en de landbouw, maar nu worden ze bedreigd door de oprukkende olie-industrie. Sinds 1958 wordt er onder andere door Shell intensief gezocht naar olie in het Ogoni-gebied. De inkomsten uit de olie-industrie namen gestaag toe, terwijl de Ogonis hun land zagen wegkwijnen. Het gebied wordt op een extreme manier vervuild door het slechte onderhoud van de pijpleidingen. Lekkages en daardoor olievervuiling zijn dan ook meer regel dan uitzondering. Maar de Ogonis vechten terug. Onder leiding van deze man, Ken Saro-Wiwa, komen de Ogonis op voor hun rechten om vreedzaam op hun eigen land te leven naast de groeiende olie-industrie. Shell werkt namelijk strikt binnen de Nigeriaanse wetten en heeft in een onlangs uitgekomen onderzoek laten weten haar activiteiten in Nigeria te bevriezen. De militaire regering ziet haar inkomsten daardoor sterk afnemen en besloot daarop de Ogonis van hun land te verdrijven. Ondanks de constante intimidatie van de militairen blijven de Ogonis demonstreren. Het dieptepunt van de intimidatie was eind vorig jaar toen de militairen dorpen platwalsten en meer dan 1000 Ogonis vermoorden. Deze videobeelden zijn het enige bewijs van de misdaden van het Nigeriaanse leger. These clashes are really organized attacks by the military government using our otherwise peaceful neighbors as proxies, as fronts. They simply paid money and recruited thugs and criminals and even serving military personnel, and they come through the creeks and the rivers and the bushes and launch military attacks on Ogoni villages. Ken Saro-Wiwa bleef als schrijver en als oppositieleider zijn volk inspireren in haar strijd tegen de militaire autoriteiten die het land van de Ogonis veranderden in een militair kamp. De Ogonis bleven demonstreren tegen de brute acties van het leger en begin dit jaar werd Saro-Wiwa dan ook opgepakt. Hij werd beschuldigd van moord en begin deze week ter dood veroordeeld. Veel Ogonis zijn nu op de vlucht, bang als ze zijn voor wraakacties van het leger. Tegen de ter dood veroordeling van Saro-Wiwa zijn uit de hele wereld protesten gekomen. Hij zelf wist aan de vooravond van zijn veroordeling de volgende brief uit de gevangenis te smokkelen. That's your anger and your joy. That's the military guns to silence. That's their dumb laws to dumb. That's oppression and injustice to death. That's the end of Shell ecological war. De Nigeriaanse regering had gehoopt met de ter dood veroordeling van Ken Saro-Wiwa het Ogoni-volk de mond te snoeren. Maar het pakte juist anders uit. Ja, de Shell heeft inmiddels verklaard te betreuren dat Ken Saro-Wiwa ter dood is veroordeeld. Maar stelt de oliemaatschappij zich op het standpunt: wij bemoeien ons nooit met interne aangelegenheden van welk soeverein land dan ook.